En laten we snel beginnen met onze eerste gast. Geef haar een hartelijk applaus. Ingrid Leijten. Welkom, Ingrid. Dank je wel. Ja, fijn dat je... Ja, als het goed is, doet hij het. En het leuke, ja, voordat we jou gaan voorstellen wat je nu doet... Jouw leven had er zomaar heel anders uit kunnen zien. Want jij bent 100 meter hiernaast ooit begonnen op de dansacademie. Toen ik 18 was, heb ik een jaartje in de Korvel gewoond... en op de dansacademie gezeten hier. Ja. En daarna ging ik rechten studeren en politicologie. Ja, en was dat onder zware druk of was dat ook een eigen bewuste keuze... van dit is toch niet waar mijn hart ligt? Ik denk niet dat het een succes was geworden, maar het was wel op dat moment een eigen keuze. En toch wel, ik kreeg in Tilburg wel een beetje de smaak te pakken van het studentenleven. En ik dacht, ik wil volgens mij toch heel graag ook studeren. Dat ben ik toen wel ergens anders gaan doen. Ja, dat houden we even niet geheim. Maar, dat terzijde. Nu ben je verbonden aan het departement Public Law and Governance. Ja. Maar misschien ineens nog wel veel bekender, want ik zag je gisteren gewoon op teletext. Nou. Jij hebt gebeld met Kim Putters, of omgekeerd. Kim Putters, die nu de nieuwe formatie moet gaan leiden, heeft jou gebeld. Klopt. Ja, daar staat hij. Nee, we hebben geen live verbinding, maar dat zou helemaal leuk zijn. Hier is hij dan. Maar, dus dat is natuurlijk maar even vers van de pers. Laten we daar maar even gaan beginnen, voordat we het allemaal over jouw onderzoek. Hoe gaat zoiets? Je wordt gebeld, je wordt gepolst. Ik kreeg een officiële uitnodiging om in gesprek te gaan. Hè. Je weet natuurlijk, hij heeft een bijzondere opdracht. Ja. Ook om de vormen van een kabinet te onderzoeken. Ja. Daar weten en vinden staatsrechtgeleerden, zo stond ik ook geloof ik op teletext, wel iets van. Ja. En hij had ook andere mensen kunnen uitnodigen. Ja. Maar het was absoluut eervol en interessant om dat te mogen doen. Ik heb natuurlijk goed even wat dingen op een rijtje gezet van wat wil ik dan ook meegeven. Ja. Want is dat dan een heel strak protocol in zo'n gesprek? Of gaat het gewoon gezellig alle kanten op alsof je bij de koffieautomaat staat? Dat gaat vrij los. Ik kreeg veel ruimte vooral ook om te vertellen en... vragen ook wat te beantwoorden. Jij gaat natuurlijk over je eigen antwoorden, maar is er iets wat je kan delen? Te zeggen, nou, dat mag ik misschien wel een beetje vertellen in welke richting iets tegen Kim heb gezegd? Of is dat te delicaat nu allemaal, omdat we dat allemaal gaan twitteren? Nee, die gesprekken zijn vertrouwelijk, uiteraard. Kijk, mijn specialiteit, mijn expertise ligt ook echt wel in de grondwet, grondrechten. Dus ik heb wel geprobeerd ook dat vraagstuk van... Hoe geven we zo'n kabinet vorm? Welke opties heb je daarbij? Ook wel te belichten tegen de achtergrond van... hoe zit dan het systeem in elkaar met grondrechten, de bescherming? En daar is een linkje te leggen en dat heb ik wel geprobeerd te maken. Ja. Maar dat was natuurlijk ook voor dit gesprek. Stond de grondwet ineens weer midden in de belangstelling. Het was heel lang, misschien voor heel veel mensen een beetje stoffig. Waar gaat het over? Maar er is eigenlijk 4 weken lang over vergaderd door de formerende partijen. Ja. En ik was wel benieuwd, gaf dat jou een gevoel van, leuk, eindelijk, het staat op de agenda? Of was het ook een beetje beangstigend dat je denkt, ze hebben 4 weken lopen vergaderen om tot de conclusie te komen dat we die grondwet misschien toch maar een beetje moeten gaan respecteren? Ik denk toch vooral dat eerste. Ik werd na de verkiezingsavond wakker de volgende ochtend en wel met een gevoel van, ik ga die rechtsstaat van de daken schreeuwen. Mijn werk is natuurlijk ook om hele serieuze Engelstalige internationale artikelen te schrijven en van alles en nog wat. Maar zeker als het zo actueel is, dan vind ik dat je als wetenschapper, tenminste als je daar een beetje aardigheid in hebt, ook wel een taak hebt om een beetje van je te laten maar horen. Maar jij hebt het eindverslag dus ook wel instemmend, want dat staat gewoon online, het eindverslag van Plasterk. Heb je wel instemmend kunnen lezen van daar staan de goede dingen in? Of was het ook wel een beetje tandenknarsend? Nou, kijk... Je kunt natuurlijk wel lippendienst bewijzen aan die grondwet. En zeggen, nou, we gaan ons er allemaal braaf aan houden. Wat mij betreft ben je er dan niet echt. Hè? Die grondwet die laat ook best wel wat ruimte nog aan een interpretatie van een wetgever. Dus uiteindelijk moet je het ook nog gaan doen. Hè? En moet je ook in de manier waarop je als Kamer en zeker als regering... toch ook een beetje gestalte geeft aan die grondwet en je doen en laten in je houding, in wat je op X plaatst. Daar zit het hem ook in. Dus ik vond die verklaring niet heel gek. Hè. Er werd bijvoorbeeld ook verwezen naar sociale grondrechten. Ja. Echt een ondergeschoven kindje in Nederland.
Maar volstaan doet het ook weer niet helemaal. Nou ja, laten wij proberen in ieder geval recht te doen aan de Nederlandse grondwet. Wat ik zomaar van Wikipedia afhaalde hoor. De grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden komt uit 1815. In 1848 is de grondwet aangepast om liberaal-democratische rechten vast te stellen. En in 1983 kwamen sociale grondrechten erbij. Ja. Dr. Clavan zei ze dan gewoon, klopt dat? Dat klopt. Dat klopt, ja. Dan hebben we een hele mini... Maar en nou even in jouw eigen woorden. Wat voor soort grondwet... Jij kent meerdere grondwetten. Wat voor soort grondwet is die Nederlandse grondwet eigenlijk? Is dat een beetje een doorsnee grondwet? Of is het een beetje een gekke? Nou, het is een van de oudste ter wereld. Hè? Want we hebben afgelopen jaar 175 jaar grondwet van 1848 gevierd. De grondwet van Thorbecke. Ja. Maar eigenlijk was er daarvoor ook al iets. Hè? 18, 14, 15. Dus daarmee hebben we echt top 3 of zo van de wereld. Er is een beetje ruzie, geloof ik, wie 2 of 3 is. Een grondwet die dus sindsdien ook als het ware gebleven is. Die grondwet is, misschien ook omdat die zo oud is, vrij sober. Er staat niet heel veel in. En wat ik zeg, er wordt ook vrij veel ruimte ingelaten voor de wetgever, voor de democratisch gelegitimeerde wetgever, om nader vorm te geven aan hoe de rechterlijke macht geregeld moet worden, of wanneer grondrechten misschien een keer beperkt moeten worden. En vrij typisch daarbij, je kunt onze grondwet ook niet zo makkelijk wijzigen. Dus dat betekent ook dat die door de jaren heen natuurlijk wel is aangepast, maar niet helemaal misschien bij de tijd is getrokken. En heel typisch is dat er in de Nederlandse grondwet een verbod van constitutionele toetsing staat. Artikel 120. En dat is vrij uitzonderlijk. Als je dat in het buitenland vertelt, dan krijg je opgetrokken wenkbrauwen. De rechter mag niet controleren of wetten, parlementaire wetten, al dan niet in strijd zijn met de grondwet. Ja. En dat klinkt inderdaad raar, want ik heb grondrechten als burger, net zoals jij en net zoals we die allemaal hebben. En je zou zeggen, daar mag ik dan een beroep op doen bij de rechter. Maar hoe zit dat dan juridisch in elkaar? In Nederland zou je kunnen zeggen dat we toegeven die grondrechten, die hebben wat interpretatieruimte, die mogen soms beperkt worden. En wie mag daar het laatste woord over hebben? Onze volksvertegenwoordigers, de mensen die we hebben gekozen, de wetgever. Of de niet verkozen rechter. En in Nederland zeggen we dus eigenlijk, toch liever die mensen die wij gekozen hebben. Gekozen, precies. Dat wil niet zeggen dus die zijn verantwoordelijk dat de wetten die zij invoeren kloppen met de grondwet. Ja, en de rechter mag intussen wel toetsen sinds een aantal decennia aan mensenrechten normen uit bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En die zijn wel vergelijkbaar. Dus het is het gat is wel een beetje opgevuld. Maar het achterliggende idee bestaat nog steeds. Ja. En een ander verschil misschien ook met onze oostenburen, Duitsland. Voor zover ik heb begrepen, die hebben een onderdeel van hun grondwet wat gewoon echt niet gewijzigd kan worden. Wat echt is vastgelegd. Even heel kort het bocht, het trucje wat Hitler heeft gedaan van mag ik een dagje in mijn eentje. Dat kan daar gewoon nooit meer. En dat is bij ons niet zo. In principe is bij ons, want Donner heeft ooit iedereen over zich heen gekregen door toen te zeggen, ook in Nederland zouden we een sharia kunnen krijgen. Ja. Puur juridisch was een beetje een steekspelletje, maar dat klopt wel, theoretisch gezien. Nou, ook niet helemaal. In Duitsland heb je inderdaad een aantal artikelen die mag je nooit wijzigen, punt. In Nederland kun je wel de artikelen van de grondwet wijzigen, maar dat is een hele zware procedure. Je moet een normaal wetsvoorstel, dat moeten beide kamers aannemen. Daarna moeten er verkiezingen zijn geweest. Dan kunnen wij in theorie nog stemmen op een partij die al dan niet voor of tegen die grondwetswijziging is. Ja. En dan moet het nog een keer met 2/3 meerderheid worden aangenomen. Dus je hebt al echt een soort continue en flinke support nodig om die grondwet te wijzigen. En daarbij geldt natuurlijk ook wel dat als je nou hele gekke wijzigingen gaat voorstellen, het discriminatieverbod eruit. Ja, dan handel je dus uiteindelijk ook wel in strijd met die Europese mensenrechten. Precies. Dus er zit wel een soort waarborg nog achter. Nou ja, en gelukkig maar, want tegelijk, jij maakt je ook wel eens zorgen, niet om die grondwet, maar eigenlijk een beetje over onze houding ten aanzien van die grondwet. En dat is onder meer, er is een satirisch filmpje opgenomen, maar wel met echte mensen die daadwerkelijk dit soort vragen kregen. Jij gaf dit even, discriminatieverbod als voorbeeld. Laten we heel even naar het filmpje kijken en dan kun je daarna toelichten. Ja.
Zijn ze nu een beetje aan het kijken, waar kunnen we lekker met de pen draaien, waar kunnen we schrappen? Als ik zag artikeltje 1, discriminatieverbod, kan die weg? Ja, die kan weg. Mag eens van mij schrappen? Artikel 1 kan eruit. Van mij wel. Demonstratierecht. Ja, blijf. Grondrecht van een paar schreeuwers. Nee, demonstratierecht blijven. Leg dan waarvoor gedemonstreerd wordt. Artikeltje 6, vrijheid van godsdienst. Strepen doorheen? Ja, doe maar. Hoppakee. Recht op privacy. Ja, heeft u wat te verbergen? Nee, want de buren zeggen toch een rook in de tuin, dus wat gaat het over? Ja, weg toch? Ja, weg. Hoppakee. Recht op onantastbaarheid van het menselijk lichaam? Houden of eruit? Nee, gooi het er maar uit. Recht op een advocaat? Recht op een advocaat. Ja. Streep? Streep. Vrijheid van godsdienst eruit, recht op demonstratie eruit, recht op privacy eruit, vrijheid van meningsuiting weg, advocaat, onantastbaarheid van het menselijk lichaam, onderwijs, kiesrecht, discriminatieverbod. Boom, weg. Ja, boom, weg. En natuurlijk lachen we hier allemaal om. Maar deze mensen zijn geen acteurs. En die zijn natuurlijk door deze meneer wel netjes een beetje gestuurd. En hij heeft het natuurlijk allemaal lekker makkelijk gemaakt voor ze. Hè. Wetenschappelijk is het allemaal niet heel verantwoord. Maar dit is misschien uitvergroot wel een beetje de zorgen die je hebt. Dat mensen soms denken, ach, wat moeten we er ook eigenlijk mee? Het is ballast, die grondwet. Zoiets, waar zitten jouw zorgen? Ja, je vraagt je inderdaad af, hè, hoeveel mensen heeft hij moeten interviewen om dat deze mooie compilatie te krijgen? Dat weten we ook allemaal niet, uiteraard. Nee, precies. Dat terzijde. Het gaat een beetje twee kanten op. Hè. Aan de ene kant, tijdens de pandemie, corona, hadden we ook ineens veel aandacht voor grondrechten. Ja. En daar gingen mensen soms juist wel heel erg prat op hun grondrechten. Maar dan, op basis van een beeld van die rechten, alsof ze absoluut zijn. Alsof je ze nooit mag beperken. Dus elk verbod, alles wat niet mocht, was per definitie een schending van de grondwet of van de grondrechten. We gingen een beetje eigenlijk in de overdrive. Ja, nou ja, en ik snap ook wel dat beeld. Hè. Dat is natuurlijk wel het beeld wat we hebben van grondrechten. En zolang we niet heel erg geconfronteerd worden met vergaande beperkingen, ja, is het ook niet zo erg dat we dat beeld van die rechten hebben, want ze zijn ook belangrijk en zo. Maar in een samenleving moet je als wetgever wel de mogelijkheid hebben om af en toe grondrechten te beperken. Ook hebben we bijvoorbeeld de wet openbare manifestaties, die de burgemeester inderdaad mogelijkheden geeft om een demonstratie te beëindigen, te verplaatsen, maatregelen te nemen. Dat is een door de wetgever vastgestelde beperking van het demonstratierecht. Ja. Die je wel nodig hebt. Ja. Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad de overdrive. Maar je hebt ook blijkbaar toch bij veel mensen het idee dat die rechten die in dat misschien wat elitaire document staan, dat ik daar niks aan heb. Dat is misschien iets voor anderen of zo, hè? Mm-hmm. Die grondrechten. Of dat is misschien een Haags sausje of wat dan ook. Ja. Maar dat je niet het idee hebt, het helpt me niet verder in mijn leven. Ja, of je bent zo gewend aan die vrijheden en verworvenheden, ja, dat je niet ziet waarom, ja, het goed is om die te noemen. En misschien toch een domme vraag, maar waarom is dat problematisch? Dat mensen dat gevoel hebben, in jouw ogen? Waar zit het gevaar in als we te veel dat gaan denken? Of als te veel mensen die overtuiging zouden hebben? En ik vind het dus ook problematisch als je denkt dat die grondrechten hartstikke absoluut zijn en je wantrouwt de overheid op het moment dat, ja, dat er dus wel eens een keer een beperking keer niet mag demonstreren. Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. En omgekeerd is het ook lastig als je, als jij dus ook denkt van, nou, ik heb die rechten niet nodig, dan denk je daarmee misschien dus ook, die ander heeft ze niet nodig. Precies. Krijg je dus ook situaties als die waarin we nu zitten, dat er partijen zijn die zeggen, nou, schaf dat grondrecht op godsdienstvrijheid maar af voor bepaalde groepen. Precies. En dat dus niet tegen het zere been stoot bij iedereen. Ja. En tegelijk, die kennen we misschien ook uit de media, is er ook een groep mensen die gewoon zegt, ja, die grondwet die telt gewoon niet voor mij. Die noemen zich autonoom. Hè? Dat is ook een beweging dat gaat rond. Het zijn naar schatting ongeveer 15.000 mensen. En die sturen allerlei brieven van, ik zeg mijn contract met de staat op. Dat kan Thorbecke wel bedacht hebben, maar ik doe niet meer mee. Ja. Ja. Hoe kijk je daar als jurist naar? Ja, het is lastig. Hè? Ik vind het vooral ook problematisch omdat het toch doorgaans gaat om een kwetsbare groep mensen die door mensen die daar ook wat aan verdienen, mm-hmm, als het ware, daarin worden gesleurd. Ook daar geldt weer. Hè. Je kunt niet zonder een samenlevingsvorm. En wij hebben nou eenmaal, ook met elkaar, hè, het uitgangspunt is
de vrijheid van de burger. De liberale, en dan moeten we niet denken aan liberale politieke partijen, maar de liberale rechtsstaat waarin het startpunt is de vrijheid van de burger. En de staat, de overheid, moet steeds rechtvaardigen. En van die burger, via de volksvertegenwoordigers, de ruimte krijgen om dingen te doen, om dingen voor ons te regelen, om maar ook straffen op te leggen als dat nodig is. Ja. Maar je kent de verhalen natuurlijk ook van mensen die zeggen, en daar hoef je de krant maar op, dat gaat nogal eens mis. Mensen voelen zich heel vaak door die overheid niet beschermd en hebben niet het gevoel, enzovoorts. En dat voedt dan dit soort geluiden van mensen die zeggen, ik stop ermee. Nou, en daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren wel dingen gezien. Toeslagaffaire is natuurlijk heel dramatisch in dat opzicht. Ik denk dat we er wel iets van hebben geleerd. In ieder geval ook op het juridische vlak. Je ziet dat in het bestuursrecht. De bestuursrechter veel meer is gaan overdenken van hoe kan ik nou in mijn toetsing de belangen van de burger een duidelijkere plaats geven. Mm-hmm. En we hebben een staatscommissie rechtsstaat die allemaal interessante dingen aan het doen is. En we gingen in Nederland ook weer toe naar een voorstel om die constitutionele toetsing mogelijk te maken. Hè. Ja. Er is door minister Hanke Bruinslot en anderen echt. Dat liep echt weer. Dus ik had echt wel een beetje de hoop dat we daar naartoe zouden gaan. En toen viel het kabinet. Dat is even onduidelijk. Je daar ook Kim iets over hebt verteld. Maar waar zit nog meer tot slot de hoop? Of hetgeen wat je ons nog wil meegeven over hoe mooi die grondwet ook is. En hoe belangrijk is dat we die ook blijven koesteren. En daarna ga ik de zaal even vragen. Ja, de hoop. Wat ook wel een mooie ontwikkeling is. En dit momentum pak ik daarom ook wel een beetje. We hebben meer aandacht voor burgerschapsonderwijs. Daarin ook grondwet, mensenrechten. En de afgelopen weken sinds 22 november... het is wel meer gaan buzzen. En ik denk dat we dat momentum wel moeten pakken om die aandacht vast te houden. Ja. Voor nu, dank. Ik ga de zaal in. Ik ben benieuwd of u vragen heeft of opmerkingen. En ik zal ook maar gewoon zeggen, alles wat u altijd maar over de grondwet had willen vragen, maar nooit durfde. De grootste specialist van Nederland zit hier nu. Dus ik ben altijd benieuwd. En u mag me ook gewoon wegsturen, hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd of er vragen zijn, opmerkingen, of het een helder verhaal is. Helder verhaal? Ja, zeker. Ja. En is het inderdaad, ik kan me ook wel voorstellen, hoor, dat mensen soms zeggen, het is soms ook een beetje vaag, de grondwet. Het zijn hele algemene, dat soort gedachten ook. Of ik heb er nog nooit zo over nagedacht, dus ik vind het sowieso ontzettend interessant om te horen. Ja. Ik denk, wat een leuke opleiding heb je als je daar les mag geven, zeg maar. Leuker dan de dansacademie, toch? Anders. Dat is een heel mooi antwoord. Ja, dankjewel. Andere vragen, opmerkingen? Ja, aan die kant loop ik even naar jullie toe. Ja, kom ik even hier. Ja, ik heb eigenlijk wel een vraag in aanvulling op wat die mevrouw net zegt. Van Torbek hebben we allemaal wel van gehoord. Maar de grondwet zelf, daar hebben we het op school nauwelijks over. Ik kan me niet herinneren dat die echt aan bod is gekomen. Dus misschien iets, een vraag, wellicht kent u een pleidooi beginnen om daar wat meer voor middelbare scholen aan te doen. Ja. Op die middelbare scholen aandacht aan besteden, klopt dat? Klopt die observatie? Zeker. En daar zijn dus ook wel initiatieven. Recent grondwet op de basisschool. Ik heb een aantal weken geleden met Universiteit van Nederland een mooi filmpje opgenomen over de grondwet. Voor iedereen toegankelijk. Dus dat gebeurt wel. Zelfs dus de studenten die recht gaan sturen. Want mooie opleiding, helemaal eens. Maar ik heb in mijn eerstejaars hoorcollegezaal, 700 eerstejaars, ook veel mensen zitten die dachten, hé, maar rechten, dat ging toch over contracten of moord en doodslag. En het gaat ineens over politiek. Maar dat staatsrecht is natuurlijk wel, dat staat eigenlijk boven al het recht. Want ook de regels die we in het strafrecht hebben en de wijzigingen die daarin plaatsvinden, ook de regels in het civiele recht. Het is allemaal terug te voeren op die grondwet. Want die grondwet heeft die grondrechten, maar ook creëert ook de instituties en de bevoegdheden. Dus alles wat de staat doet en de grenzen daaraan is terug te voeren op de grondwet. Ja. En hoe je wetten moet maken, hè, die procedure staat ook in de grondwet. En heb je overigens ook op die middelbandje, ik heb filmpjes opgenomen, heb je ook wel eens echt dat je in klasse bent geweest met lessen gegeven, zodat je wel eens getoetst hebt hoe die pubers de grondwet een beetje... Ik zelf nog niet. Ik weet wel dat collega's dat gedaan hebben. En het is inderdaad wel de bedoeling om dat wel te gaan doen. We zijn bezig met het ministerie. Het is natuurlijk ook wel interessant om te horen, hè, als we dit filmpje ook zien, hoe 16-jarigen reageren op zo'n thema. Nou, en je moet dan
als je het erover hebt, moet je dus ook het niet te kort houden. Hè? Want als je alleen maar zegt, grondwet, het zijn allemaal je vrijheden. Dan krijg je weer dat beeld van, oké, dus ik mag van alles. En de overheid is corrupt op het moment dat ik eens een keertje wat niet mag. Je hebt dan wel even de tijd nodig om ook Precies. die nuance een beetje... De grondwet leent zich niet voor TikTok. Nee, dat is lastig. Lastig. Heel, heel goed. Neem daar ook vooral de tijd voor. Andere vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen, ik mag allemaal. Mijn kennis is niet heel, heel breed op dit onderwerp, maar volgens mij zijn ook landen zonder grondwet. Volgens mij Engeland heeft geen geschreven grondwet. Heeft u daar een mening over? Is het in uw visie bijvoorbeeld minder wenselijk hoe dat is? Of is dat ook goed? Of wat denkt u daarover? Ja, klopt. Je hebt een aantal landen, niet heel veel, die hebben geen geschreven grondwet. Maar alle landen hebben wel een constitutie. Hè? Dus ergens heb je wel regels over wat de bevoegdheden zijn en wat de grenzen daaraan zijn. En je hebt een beetje een onderscheid tussen het civil law en het common law systeem wereldwijd. En bij de ene gaat het meer om rechterlijke interpretaties. Hè, en die worden doorverteld. En dan weten we met z'n allen alsnog wel ongeveer wat de regels zijn. En in het andere systeem leg je het netter vast in de wet en in de grondwet. En ik ben wel voor vastlegging. Ik vind ook dat de Nederlandse grondwet op punten best wat opgetuigd zou mogen worden. En natuurlijk blijven het woorden op papier. En natuurlijk kun je een hele gekke situatie hebben. En er zijn ook landen die de prachtigste dingen in de grondwet hebben staan, maar waar het niet heel goed toeven is. In Rusland mag je volgens de grondwet ook gewoon je mening geven. Maar vast wel. Artikel 8 las ik vandaag. Maar nog even over dat optuigen dan ook van de Nederlandse grondwet. Wat is bijvoorbeeld iets, je hoeft niet de exacte formulering, maar wat je zegt, dat zou ik nog wel een beetje meer willen optuigen. Of dat zou wat mij betreft beter kunnen. Nou, we hebben sowieso die grondwettelijke toetsing. Ik ben niet heel erg fan van een constitutioneel hof. Misschien trigger ik daarmee nog vragen, maar... Mm-hmm. Wel van de constitutionele toetsing. Dus de rechter moet dat wel kunnen controleren. Er zijn nog wel wat grondrechten die wat uitgebreider mogen. Maar ook over zoiets als de kabinetsformatie is dus ook niets geregeld in de grondwet. Doen we een beetje op zijn Engels zo van, we doen het zo. Ja, we hebben wel ongeschreven regels. Ja, en ook over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en zo. Maar dat in Nederland gaan we traditioneel wel een beetje uit van het idee, we zijn uiteindelijk allemaal fatsoenlijke mensen en ook al staat het niet in de grondwet, dan doen we het alsnog. En dat is natuurlijk waar, zolang het waar is. Zolang het goed gaat. Maar weten ook de situatie waarin we nu zitten. Heel goed. Dank, laatste ronde, laatste kans. Zijn er nog prangende vragen, opmerkingen, dingen die u wil weten? Ja, grijp dan nu uw kans. Kom ik even naar boven. Ik zie nog twee vingers. Even kijken, aan deze kant. Was hier ergens? Oh, sorry. Ja. Was er een directe aanleiding voor het maken van de grondwet? En zo ja, wat was die? Ja. Nou, zal ik die al pakken? Ja. Of verzamelen? Oké. Er was wereldwijd ook wel een ontwikkeling gaande waarin de burger ook steeds meer besefte van we zijn allemaal gelijk en we zijn in beginsel vrij. He, voorheen had je sterke vorsten, privileges die ook weer konden worden afgenomen of die afhankelijk waren van je stand. En op een gegeven moment komt er natuurlijk het idee dat je als burger gelijk en vrij bent en dat eigenlijk de macht van de overheid vanuit ons moet komen en niet andersom. Dus dat is de achtergrond waarom je ziet dat er ook vanaf die tijd opstand tegen machtige vorsten en uiteindelijk dus ook grondwetten. Ja, dankjewel. De laatste vraag kwam hier vandaan. Heel goed. Goedenavond. We horen in de media sinds de verkiezingsuitslag eigenlijk dat de ideeën van Geert Wilders problematisch zouden zijn, omdat ze met de grondwet in strijd zijn. En ik vroeg me af, als er een meerderheid is in Nederland die de grondwet wil wijzigen, wat is er dan het probleem van? Ja. Mooie vraag. Ja, nou, je hebt natuurlijk de grondwet en inderdaad, die kun je wijzigen. Dat kan dus niet in één regeerperiode. Dus stel, we hebben premier Wilders en hij wil iets afschaffen, dan moet hij daar een meerderheid voor hebben in beide kamers. Dan moeten er verkiezingen zijn, dan moeten we daarna in een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer, waarin we Geert Wilders misschien hebben weggestemd, het er nog een keer over eens zijn. Dus dat is lastig. Maar het tweede punt, en dat is wel
belangrijk. Die grondwet is natuurlijk een weerslag van waarden, achterliggende verhalen, waarden, die intussen ook zijn vastgelegd op het niveau van mensenrechten. Die voor een deel ook een beetje natuurrecht zijn, een moreel kader waar we ons aan willen houden. Dus zelfs al zeg je inderdaad, je kunt de tekst wijzigen. Je kunt zeggen, we schaffen de Eerste Kamer af of het Koningshuis. Nou ja, meneer zegt volgens mij een heel belangrijk democratisch uitgangspunt. Wat als de meerderheid van Nederland dat zou willen? Ja, maar de meerderheid, de politiek, de democratie functioneert binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. Dus als je het gelijkheidsbeginsel wil afschaffen, dan schaf je niet alleen een zinnetje in die grondwet af. Hè? En dan ben je alsnog bezig in strijd met de mensenrechten, met allerlei verdragen waar we ons aan verbonden hebben. En met veel meer het gedeelde waardekader waar we met heel veel landen in de wereld achter staan. En waar je om allerlei redenen niet aan moet willen tornen. Dus laten we vooral niet te lichtzinnig denken. De grondwet is echt iets anders dan de contributie van de tennisclub. Die we bij de ALV eventjes gaan aanpassen met elkaar. Ja. Nee, daar moet je goed over nadenken. Laten we daar heel goed over nadenken. En dank ook weer voor jouw toelichting en dit pleidooi. Dames en heren, Ingrid Leijten, dankjewel.